Alleen al buiten de zorgsector om, er ongeveer 1 miljoen mensen op dit moment in onveilige omstandigheden moeten werken. En in de zorg zelf is dat ook het geval. Die getallen laten ook zien dat zeker in de helft, in de meerderheid van de gevallen, er niet naar werknemers geluisterd wordt en dat we dus ook geen invloed hebben op de protocollen die worden vastgesteld. En als je dan kijkt hoe zich dat verhoudt tot wat het kabinet hierover zegt, hè, niet alleen Rutte, maar ook de andere ministers, dan staan die wel vaak een eind van de realiteit af. En heeft natuurlijk ook vele jaren, decennia, neoliberaal beleid ervoor gezorgd dat de overheid het grip op het bedrijfsleven en de zorg ook is kwijtgeraakt. Of liever gezegd, niet kwijtgeraakt, uit handen heeft gegeven. En ja, daar plukken we nu natuurlijk wel de wrange vruchten van. En met name de werknemers. De marktwerking heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Als je toch ziet dat de fabrikant van de testers van Roche, terwijl de crisis al behoorlijk onderweg was, moet worden overhaald om alsjeblieft de receptuur vrij. Ja, dat is dus de situatie waarin wij ons bevinden. We zijn afhankelijk van grote bedrijven die heel erg veel winst maken over de rug van zieke mensen. Wat mij hoopvol stemt, is dat je ziet dat een tweetal ontwikkelingen die wij als vakbond al veel langer en met anderen uiteraard zien, en die onvoldoende op de samenleving en de politiek doordringt of expres wordt genegeerd, die worden nu onbarmhartig blootgelegd. En dat is aan de ene kant de precaire arbeidsmarkt. En hetzelfde geldt voor die marktwerking in de zorg. Die wordt natuurlijk hierdoor ook genadeloos blootgelegd. Dus als vakbondbestuurder ben ik wel positief gestemd over dat verhaal van ons, wat we al jaren onder de aandacht proberen te brengen, dat nu echt weerklank gaat krijgen.